Oké. Hallo allemaal. Ik ga iets heel erg spannends doen. Ik ga het Openbaar Ministerie bellen, hier om de hoek in Arnhem. Gewoon een vraag. Kijken waar ik eindig. Welkom bij het Openbaar Ministerie. U bent verbonden met het arrondissementspakket Oost-Nederland. Belt u over een strafzaak, houd dan uw pakketnummer bij de hand. Daar kunnen u dan sneller van dienst zijn. U kunt uw vraag ook stellen via oost-nederland@om.nl. U wordt Mooi. Zo spoedig mogelijk geholpen. Oké. Goedemiddag, ik spreek met Perry Winkel. Ik ben bezig met de voorbereiding van een internetuitzending, zullen we zeggen. En het gaat over een requisitor. U bent heel moeilijk te verstaan. Als ik u even Oh, in de reden mag vallen, zou oké. u even opnieuw willen bellen? Ja, natuurlijk, dat is geen probleem. Dan, Nee, ik kan u niet verstaan, het spijt me. oh, dat is heel jammer. Dan hebben we een probleem met de telefoonverbinding. Ik bel u zo dadelijk terug. Ja, goedendag. U spreekt nogmaals met Perry Winkel. Kunt u mij nu Iets verstaan? duidelijker. Ja, is het nou iets duidelijker? Nog heel, nog wel moeilijk moet ik zeggen, maar ik probeer u te Oké, verstaan. okay, oké. Okay. Ik heb een vraag, of we zijn bezig met een onderzoek, iets te onderzoeken. En ik heb een vraag over een requisitor, wat opgesteld is in de zaak Marianne Vaatstra. En het is opgesteld door Henk J. Maus. En moet ik die vraag aan u stellen? Of heeft u van mij een afdeling? Wat voor onderzoek is het dan? Nou, dat requisitor van Henk J. Maus, dat is echt merkwaardig. Ik vind het raar. Sorry, maar u. Ja, ik kan u toch heel moeilijk verstaan. Ik kan u niet goed volgen op dit moment. Oké, oké, Het is een oké. hele slechte lijn. Hè, wat jammer Misschien nou. waar het aan ligt hoor, maar kunt u mij wel verstaan? Ja, ik kan u prima verstaan. Zal ik u terugbellen via mijn Ja, maar mobiel? ik u niet. Ja, dan bel ik u terug via mijn mobiele lijn. Ja, oké, is goed. Dan Tot zo wacht ik dadelijk, even tot af. zo, tot Ja? zo, ja. Kijken of dat lukt. 088. Zes, negen, nee, acht. Goed fout. 088. Zes, negen, negen.
Ik heb nu gesproken met een collega van u. En er was de lijn heel erg slecht. Dus ik bel nu opnieuw terug via mijn mobiele nummer. Weet u misschien wie dat is? Ik heb. Okay. Ja, dat was een man. Een man die kon mij niet verstaan, maar dat kwam door de telefoonverbinding. In gesprek. Huh? Hij is momenteel in gesprek. Oh, vandaar. Maar misschien dat u mijn vraag ook kunt beantwoorden. Denk het wel. Het is gewoon een informatievraag, inleidend. Ik bel u naar aanleiding van een requisitoor dat geschreven is. Wat gehouden is op 28 maart 2013 aangaande de zaak Marianne Vaatstra. En dat is een zaak die heeft afgespeeld bij Noord-Nederland. Ja, precies. En ik, daarom, ik, maar, ja, ik woon ook in Arnhem. Ik denk, ik begin maar zo dichtbij mogelijk. Hè, ja? Dus ik moet. Dat is echt als een zaak zich in Noord-Nederland afspeelt. Ja? Vooral de zaak Marianne Vaatstra. Ja? Dat zijn in de systemen die gebiedsgebonden zijn, dus daar kan ik niet in kijken. Ja, nou, nu is het wel zo. Mijn vraag is vrij algemeen. Want daar staat, waarschijnlijk weet u dat wel, maar op pagina 2 van het requisitoor, daar wordt een bronvermelding gedaan en die heet pagina 437. Nee, sorry. Ja, maar ik vind het. Ja, dat begrijp ik. Oké, dus dan ga ik met Noord-Nederland bellen. Als ik daar niet uitkom, mag ik u dan terugbellen? Nou, u moet echt bij Noord-Nederland zijn of bij de rechtbank, want u heeft het requisitoor. Ik denk dat u dat via internet heeft. Ik heb het requisitoor. Ja, ik heb het requisitoor. Ja, dat is echt van de rechtbank in dat arrondissement zelf. Daar hebben we gewoon geen bemoeienis mee. Nee, precies. Ik durf ook niet te zeggen hoe dat eruit ziet. En als daar verwijzingen op worden gedaan, dan kunt u me plat gooien, maar. Ja, exact. Dus iedere rechtbank die mag zelf bepalen hoe de bronverwijzingen gedaan worden. Dus jullie rechtbank in Arnhem hebben een bepaalde manier van bronverwijzing. En Noord-Nederland, die kunnen hun eigen wijze hebben. Dan ga ik. Het is allemaal wel hetzelfde, maar. Je moet wel zo'n requisitoor voor u hebben. En dat moet ik ook hebben. Dat heb ik niet. En ik kan niet het natte vingerwerk zo zeggen van, nou, dat is het. Oh, maar ik kan. Moet iemand hebben die zich gewoon bezighoudt met het requisitoor. Dus dat is de rechtbank in dat gebied. Ja. En die weet gewoon meer van de zaak af. Oh, mooi. Ik ga u doorzetten met het parket in Noord-Nederland. Oh, dat is aardig van u. Dank u wel. Zij dat ook kunnen zien voor u. Ja, mooi. Nou, hartstikke fijn. Dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan. Welkom bij het Openbaar Ministerie. U bent verbonden met het arrondissementspakket Noord-Nederland. Belt u over een strafzaak? Houd dan uw pakketnummer bij de hand. Wij kunnen dan zelf van dienst zijn. U kunt uw vraag ook stellen via administratie-noordnederland@om.nl. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Goedemiddag, pakket Noord-Nederland, Belly. Ja, goedendag. U spreekt met Perry Winkel uit Arnhem. Ik heb een vraag over een requisitoor wat is opgesteld namens de meervoudige kamer van de rechtbank Leeuwarden. En dat is gehouden op 28 maart 2013. En dat betrof, ik heb een nummer hiervoor, maar dat zal ik nou niet opleveren, dat hoeft niet zo belangrijk. Maar het ging over de zaak Marianne Vaatstra. En mijn concrete vraag is dat op pagina 2, daar wordt een bronvermelding gedaan. En die luidt uitsluitend P.437. Dus ik neem aan dat het pagina 437 is. Nee, ik ga je doorverbinden naar de afdeling voorlichting. Oh, dat is goed, dank u wel, dank u wel.
Nou, het duurt een beetje, mensen. Maar het gaat dus hierom, hè. In mijn woordenboek. Meneer Winkel, bedankt voor het wachten. Oh, dank u wel. Ik heb even overlegd. Wij zouden graag willen dat u dit even via de mail... dat is geen enkel probleem. Ja, en dat kunt u mailen naar administratie Noord-Nederland. Ik ga even één seconde. Ik pak even een briefje. Ja. Administratie. Noord-Nederland, aan elkaar in kleine letters. Ja. Noord-Nederland, ja. Ja, @om.nl. Yes. En dan ter attentie van de afdeling voorlichting. Ja, dan zal ik in de titel, in het onderwerp van de mail is dan ter attentie van... Ja, als je dat willen zetten, ter attentie van de afdeling voorlichting, dan weten wij meteen welke kant we de mail uit moeten sturen. Ja, het is echt een hele korte vraag hoor, dus dat zal geen enkel probleem zijn. Ja, goed, er zal toch even iemand naar moeten kijken, denk ik. Ja, ja, zeker. Want dit is gewoon een vraag. De zorgheid hebben we liever dat u dat zo eventjes doet. Dat is geen enkel probleem. Dus ik stuur u die mail. En wat voor een termijn hanteren jullie zoal voor een antwoord? Ik zou het u niet durven zeggen, want ik zit niet op die afdeling. Ik zou het u niet durven zeggen. Ik kan wel wat zeggen, maar dat is ook natte vingerwerk. Precies, maar stel dat ik een aantal dagen lang niks van jullie hoor. Mag ik dan terug? Mag u rustig nog een keer vragen? Oh, dat is hartstikke aardig. En met wie heb ik nu, gesproken? U heeft nu met het klantcontactcentrum gesproken. Het contactcentrum? Ja. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Ja, heel erg bedankt voor de medewerking. Ja hoor, graag gedaan. En de mail komt eraan. Fijne dag. Oké, prima, dank u hetzelfde. Doeg. Dag.